Afgelopen dagen hebben we het gehad over caloriebeperking. Het volgen van een caloriebeperkt dieet met als doel gewichtsafname. Gewichtsafname is namelijk iets wat enkel bereikt kan worden wanneer de calorieën welke jij consumeert, wanneer die minder zijn dan in jouw lijf verbruikt wordt. Een caloriebeperkt dieet garandeert dan ook altijd enige gewichtsafname. Omdat overtollig vetweefsel een opslagplaats is voor afvalstoffen welke niet tijdig jouw lijf kunnen verlaten, en vetweefsel ook ondersteunend passief weefsel is, is een verhoogd vetpercentage en daardoor het hebben van overgewicht is niet zo goed voor je gezondheid en belemmert dit de optimale stofwisseling in je lijf. We weten dan ook dat het gezond is dat wanneer jij een verhoogd vetpercentage hebt en overgewicht hebt om gewicht te verliezen. Gewichtsverlies kan enkel bereikt worden met behulp van een vermindering van calorieën in jouw voeding. Echter, betekent dat calorievermindering met als gevolg gewichtsafname jouw gezondheid verbetert? Dat zijn wij deze dagen aan het nagaan. Eergisteren hebben we besproken wat het volgen van een caloriebeperkt dieet doet met jouw spijsvertering. Gisteren hebben we besproken wat het volgen van een caloriebeperkt dieet doet met jouw stofwisseling. Vandaag gaan we bespreken wat het volgen van een caloriebeperkt dieet doet met jouw lichaamsvetpercentage. Caloriebeperking veroorzaakt gewichtsverlies. Wat wil je dat je verliest? Overtollig vetweefsel. Is het verlies hiervan ook wel gegarandeerd wanneer je een caloriebeperkt dieet volgt? Laten we dat eens nagaan. In jouw lijf is altijd brandstof in de vorm van glucose aanwezig. In jouw lijf moet de hele dag door brandstof verbruikt worden tot ATP om energie te produceren om de stofwisseling uit te kunnen voeren. Een basisstandaard stofwisseling in jouw hersenen en spieren moet namelijk altijd elke dag plaats kunnen vinden. En dat vindt ook elke dag plaats. Jouw lichaam zorgt er namelijk voor dat onder invloed van hormonen er een ideale samenstelling van voedingsstoffen in jouw bloedbaan aanwezig is, waaronder onder andere een hoeveelheid brandstof in de vorm van glucose, om jouw spieren en hersenen continu te kunnen voorzien van enige brandstof om ATP-energie uit te kunnen produceren. Wanneer jij de calorieën in jouw voeding in mindering brengt en de activiteit in jouw lijf, in jouw hersenen en in jouw spieren onveranderd, net zoals altijd, hoog is of misschien zelfs nog hoger is omdat jij flink actief bent, lichamelijk actief, of nog hoger is doordat jij behoorlijk wat geestelijke stress en geestelijke inspanning ervaart. Dan wordt daarvoor de glucose in jouw bloedbaan gebruikt om ATP, energie uit te kunnen vormen, om daarmee de stofwisselingsprocessen in jouw hersenen en spieren uit te kunnen voeren. Maar zou de brandstoftoevoer in de vorm van glucose zou tekortschieten met betrekking tot het verbruik wat op dat moment plaatsvindt. Wat is dan prioriteit van je lichaam om jouw spieren toch nog voldoende van energie te kunnen voorzien en dus een aanvoer te kunnen blijven behouden van brandstof naar jouw hersenen en spieren? Dus die bloedsuikerspiegel die daalt als gevolg van een vermindering van calorieën in jouw voeding met tegelijkertijd nog wel een hoog verbruik in je lijf. Die moet weer aangevuld worden. Dat is een prioriteit en dat is een heel belangrijk onderdeel van jouw lijf om in de gaten te houden, om een evenwicht te bewaken. Dat betekent wanneer je de calorieën in jouw voeding vermindert, dat onder invloed van hormonen vetweefsel, waarin triglyceriden aanwezig zijn, afgebroken zal worden. Wij denken dat dit afgebroken wordt om de vetzuren uit jouw vetweefsel vervolgens te gaan verbranden wanneer er een hoog verbruik in jouw lijf plaatsvindt in jouw lichaamscellen. Maar met name wordt jouw vetweefsel afgebroken voor het glycerol, waar triglyceriden uit bestaan. Want uit het glycerol kan in jouw lever nieuwe glucose gevormd worden. En die moet absoluut, wanneer jouw bloedsuikerspiegel daalt door calorievermindering,
Die bloedsuikerspiegel die moet absoluut weer op een normaal niveau komen, want jouw hersenen zullen niet zo goed functioneren wanneer jouw bloedsuikerspiegel na daling niet weer verhoogd wordt. Dat gebeurt er dus in eerste instantie wanneer jij je calorieën vermindert, dan wordt vetweefsel afgebroken en wordt het glycerol uit jouw vetweefsel wordt gebruikt om nieuwe glucose mee te vormen voor in jouw bloedbaan. De vetzuren, welke door afbraak van jouw vetweefsel vrijkomen, de verbranding daarvan, dus de verbranding van vetzuren in jouw cellen, is dan nog niet gegarandeerd. En enkel wanneer de vetzuren uit jouw vetweefsel in jouw cellen verbrand worden, kan jouw lichaamsvetpercentage dalen. Dat wil zeggen dat een vermindering van calorieën wel de afbraak van vetweefsel met zich meebrengt, maar nog niet hoeft te betekenen dat jouw vetpercentage ook daalt. Wanneer kan jouw vetpercentage stijgen? Jouw vetpercentage zal stijgen wanneer het proces lipogenese, de vorming van vet uit glucose in jouw lever, plaatsvindt. En wanneer vindt die plaats? Die vindt plaats wanneer er wel glucose in jouw bloedbaan aanwezig is, maar de opname en het verbruik daarvan in jouw cellen niet goed verloopt. En wanneer is dat het geval? Dat is het geval wanneer afvalstoffen in jouw weefsels zijn opgestapeld en de afvoer van die afvalstoffen niet goed verloopt. Om afvalstoffen af te kunnen voeren uit jouw weefsels en om afvalstoffen af te kunnen voeren richting jouw darmen, is de consumptie van vet nodig. Enkel wanneer vet in jouw darmen aanwezig is, wordt galsap met daarin aanwezig de afvalstoffen uit jouw lijf, namelijk afgegeven in jouw darmen. Enkel wanneer de essentiële vetzuren omega 3 en 6 aanwezig zijn in jouw lijf, en dat zijn vetzuren welke jouw lijf niet zelf kan vormen, en welke ook niet vrijkomen wanneer jouw overtollig vetweefsel afgebroken wordt, deze vetzuren, wanneer die ontbreken in jouw lijf, dan zullen jouw celmembranen zullen niet hersteld kunnen worden. En jouw celmembranen, als gevolg van de stofwisseling in jouw lijf, de afbraakprocessen in jouw lijf waar afvalstoffen uit vrijkomen, jouw celmembranen raken voortdurend beschadigd. Wanneer jouw voeding geen vetten bevat of weinig vetten bevat, en vooral wanneer jouw voeding geen essentiële omega-3 en 6 vetzuren bevat, dan kan de afvoer van afvalstoffen uit jouw lijf richting jouw darmen niet goed plaatsvinden. Zullen de afvalstoffen in jouw weefsels komen op te stapelen, zullen jouw celmembranen beschadigd raken, maar kunnen door tekorten in essentiële vetzuren omega-3 en 6, wat de bestanddelen van jouw celmembranen zijn, kunnen jouw celmembranen niet goed hersteld worden. Met als gevolg dat de opname van voedingsstoffen aanwezig in jouw bloedbaan in jouw cellen niet goed plaats kan vinden. Waaronder de opname van het glucose in jouw bloedbaan, wat altijd in jouw bloedbaan aanwezig is, ongeacht of je nu caloriearm eet of niet. Omdat vanuit de afbraak van jouw vetweefsel, uit de vorming van glucose uit glycerol uit jouw vetweefsel, je bloedsuikerspiegel wel aangevuld wordt. Jouw bloedsuikerspiegel kan verhoogd raken wanneer jouw celmembranen na schade niet goed hersteld worden. Met als gevolg dat wanneer jij een verhoogde bloedsuikerspiegel hebt door beschadigde celmembranen en het verbruik van die glucose in jouw cellen niet goed plaats kan vinden, dan zal in jouw lever vanuit die glucose vetten gevormd worden. Het proces lipogenese zal uitgevoerd worden. Wat wil dat zeggen? Wanneer jij caloriebeperkt gaat eten, met als doel gewichtsafname, dan zal je gewicht in eerste instantie wel dalen, omdat jouw bloedsuikerspiegel daalt en deze verhoogd moet worden en jouw lichaam daarvoor het glycerol uit jouw vetweefsel gebruikt en dus de vetten in jouw vetweefsel gaat afbreken. De vetzuren uit jouw vetweefsel moeten verbrand worden in jouw cellen om jouw vetpercentage te laten dalen. Maar dit kan niet plaatsvinden wanneer de afvalstoffen in jouw lijf zijn opgestapeld en de zuurtegraad in jouw lijf te hoog is. Want dan kan vetverbranding niet plaatsvinden. Dit is het geval, een verhoogde zuurtegraad in jouw lijf en een opstapeling van afvalstoffen in jouw lijf. En het dus onmogelijk zijn van de vetverbranding in jouw lijf zal het geval zijn wanneer jouw caloriebeperking beperkte dieet tekortschiet in vetten en al helemaal wanneer het tekortschiet in essentiële vetzuren omega 3 en 6.
Weet dus wanneer jij wil afvallen, wanneer jij wil dat jouw vetweefsel afgebroken raakt, maar vervolgens ook wil dat de vetzuren afkomstig uit het vetweefsel verbrand worden in jouw cellen, zodat jouw vetpercentage ook kan dalen en dat je niet alleen gewicht verliest, maar vervolgens geen vetten verliest in jouw lijf, dan zal jouw caloriebeperkte dieet dus absoluut wel met regelmaat vetten moeten bevatten, welke de essentiële vetzuren omega 3 en 6 bevatten, omdat anders de afvoer van afvalstoffen richting jouw darmen niet goed plaats kan vinden en jouw celmembranen na schade, en die raken voortdurend beschadigd, na schade niet goed hersteld kunnen worden. Nou, deze dagen leer jij dus dat caloriebeperking niet vanzelfsprekend een goede gezondheid met zich meebrengt. Dat heeft nog heel wat voeten in de aarde, want jij moet zorgen dat jouw caloriebeperkte dieet alsnog een aantal stoffen, waaronder vetten, moet bevatten om gezond te kunnen blijven en goed te kunnen blijven functioneren. Morgen een nieuw onderwerp. Kijk je dan weer?